I love it. Lekker een rondje aan het lopen door de stad. We gaan weer een ijsbad. Dat geven we naar een ijsbad, maar we gaan weer. En ik ben echt niet met hem voorbereid. We gaan hier lekker bevraagd beantwoorden. You just give me a... Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, wat lul ik. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is maandag en het is 6 uur. Hangover edition. Ik was gisteren naar Amsterdam Verbond, dus ik vandaag ontzettend brak. En ik dacht, weet je, ik heb even zin in even iets goeds en gezonds, wat mezelf even gaat voeden. Dus ik ga lekker zelf kippensoep maken met een kippenbout. Weet je, dat schijnt helemaal goed te zijn. Ik zie er ook echt uit als een crack. Hoor. Dat zei ik niet echt, maar toch zei ik het. Ik ga even naar de app, even boodschapjes halen. Het is echt heel simpel. Ik ga er ook een TikTok van maken. Ja, laten we het gaan doen. Nou, ik heb even lekker boodschapjes gehaald voor kippensoep. En die ging nu lekker maken. Hallo allemaal. Zo, het is inmiddels avond. Ik ga zo meteen even lekker douchen. Heerlijk lekker die soep gemaakt en gegeten. Ik kan je het trouwens even laten zien. Ik heb op Amsterdamse Verbond weer zoveel van jullie ontmoet. En gesproken. En het was zo leuk. Ja, ik vind het gewoon zo leuk om jullie te zien en te spreken. Dus ja, als je me ziet, je kan altijd naar me toe lopen. En ja, ik vind het echt heel leuk om jullie natuurlijk gewoon te zien en te spreken. Kijk, hier staat lekker de kippensoep. Oh, ruikt zo lekker. Ik kan gewoon niet wachten om dit morgenavond weer te gaan eten. Maar ik had lekker een hele pan gemaakt. Echt top. Dus nou, dit gaat hier om terug. Schoonmaken, want het is echt vies. Maar goed, ik ga nu lekker douchen en dan mijn bed in. Ik wil eigenlijk mijn haar wassen. Maar het is eigenlijk helemaal niet vettig. En op zich zitten die krullen nog best wel goed. Dus ik denk dat ik het eigenlijk gewoon zo laat. Dat is helemaal niet nodig. Goedemorgen allemaal. De self-tan worked. Ik heb eigenlijk wel een beetje een bruine huid. Een beetje donker rondom mijn neus geworden. Maar ik ga zo een make-upje doen, dan zie je het toch niet. Dit leuke outfitje aan. Gunny dupe blouse van de Costes. En die is broek van Naked. En ik heb zo meteen een event van Tangle Teaser. Gezellig samen met Coco. Daarna gaan we een mukbang filmen. En daarna gaan we in de ijsbad. Dus echt helemaal een gezellig dagje samen. Het zonnetje schijnt. Ik word helemaal gelukkig. Ja, ik ben echt heel lekker opgestaan. Gisteren had ik echt niet mijn dag. Was ik een beetje mwah. Maar nu heb ik er helemaal weer zin in. Mijn mood zweekt tegen een hele stuk van mezelf. Ook ben ik de laatste tijd gestopt met... Nou, ik dronk sowieso geen havermelk barista meer. Want het is echt... Ik werd er heel opgezwollen van. Ik kreeg een heel opgezwollen gevoel van. En ik drink het toch wel 2-3 keer op een dag. Toen dronk ik heel lang sojamelk. En toen kwam ik erachter dat dat dus eigenlijk... Ook van die olie bevat, waar ik achter ben gekomen, wat eigenlijk gewoon het beste is, is gewoon normale melk. En de reden waarom ik normale of koemelk niet drink, is omdat ik het lager in calorieën wil. En daardoor dronk ik bijvoorbeeld sojamelk. Maar ik drink nu gewoon magere melk. Er zitten letterlijk evenveel calorieën in als ongezoete sojamelk. Dus dan heb ik liever gewoon magere melk. Niet dat ik melk vies vind, zeg maar. Dus, ja. Kijk, ik heb hier 2 puistjes boven mijn lippen. Pijn! Nou, ik moet even klaarmaken. Ik zal even laten zien welke melk ik drink. Ik heb dan deze melk voor mezelf. Gewoon magere melk en dan lang houdbare. Want ja, bij mij gaat... Ja, dingen best wel standaard over datum. Dus ik dacht, ik doe gewoon lang houdbare magere melk. Zit je ook niet aan een datum vast? Of is het dan wel beter om verse melk te drinken? Voor mezelf kan ik op zich wel verse magere melk halen. En over Stan heb ik lang houdbare volle melk. Want hij wil wel echt volle melk. Dus dat eigenlijk. En eerst dronk ik dus altijd deze. Soja drink ongezoet. Ook heel lekker hoor, van de app. Maar ja, waarom zou ik lactosevrij drinken als ik gewoon tegen lactose kan en het ook gewoon lekker vind? Slaat eigenlijk nergens op. En ik kreeg er een veel minder opgeblazen gevoel van sinds ik sowieso niet meer die barista versies drink. Ja, ik kreeg er echt gewoon een ontzettend opgeblazen gevoel van. En ja, dit werkt voor mij heel erg. Dus super fijn. Er gebeurt mij nu toch iets wat mij echt nooit gebeurt. Ik zit op de scooter. Ik kijk naar de tijd. Ik denk, hè? Ik ben gewoon een uur te vroeg. Ik denk, het is 11:30 en het begint pas om 11:30.
Nou, gelukkig was ik nog in mijn straat. Maar... Nou, heel apart dit. Dit gebeurt mij echt nooit. Nou ja, dan kan ik nog even lekker een uurtje chillen, weet je. Oh, heerlijk. Nou, de enige echte Joyce Matcha Bar. Oh, hij staat niet tegen hier, zeg maar. Nee. Kijk. Heb je nog gebrand? Heel leuk. Maar het past ook nog steeds bij de branding, eigenlijk. Ja. Jullie hebben ook een beetje een soort paars roze. Ja. Ik wil wel een lekker ijsmatchaatje, ja. Heerlijk. Ja, kokosmelk. Hey. Maar kijk hoe cute het eruit ziet. I love it. Heel leuk. Want, nou ja, Kimberly zit in mijn team en is verantwoordelijk voor alle influencer marketing en dat soort zaken. Maar dus niet alleen container teaser, maar jullie zullen... Ik ga even een kleine taste doen. Wacht even, er is carrot cake. Dat is icing en pistache. Smash avocado. Wauw. Ik ga dit. Wat is dit? Smash avocado? Smash avocado op een. Kijk, op een toastie met sesam en chili. Oeh. Het is heel fris. Flaky. Ja, oeh, lekker. Oh, lekker. Heel lekker. Heel zacht en flaky, zo die. Ja, ja. Jij bent ook lekker. Ik ook wel lekker. Alleen, dit ook, zit een bloemetje op. Vind ik oh, ik had geen bloem. Ik ga het gewoon, had je geen bloem? Misschien heb ik gewoon in mijn mond. Oh. Oh. Oh, ja. Hallo. Oké, maar ik ga het wel gewoon eten. Ja. Je gaat niet dood, je gaat niet. Nou, we hadden net het event gehad. Het was echt zo gezellig. Het was echt heel leuk georganiseerd. We gingen eerst dus een beetje lunch met een paar hapjes. Maar Coco en ik echt gaan letterlijk nu een sushi McWing filmen. Dus we konden niet te veel eten. En daarna gingen we dus bloem schikken. Maar toen moesten wij dus al weg. Want we wisten niet dat het echt zo'n planning was. Maar toen hebben we dus dit boeketje gekregen. Nou, kijk hoe cute. Nou, oh. We gaan hier lekker... Lekker vraagjes beantwoorden, lekker sushi eten. Nou, helemaal leuk. En zometeen in de ijsbad. Helemaal top. En ik denk dat het komt omdat je in die hitte al zo'n laag ademhaling krijgt. Ja. Dat je je instapt en je zit meteen in een soort relax mode. Ja, en ik denk ook dat je lichaam is ook al weer wat opgewarmd. Dus je is alweer bezig met een soort van afkoelen. Ja. Als je naar de binnenste koud gaat, dat het alweer ook gewend is om weer af te koelen. Ja. Nou, ik ben terug van het event. Ik ben echt wel heel bruin hoor. Door diezelfde en ik ga stuk. Maar ik ben terug en ik heb allemaal leuke dingetjes gekregen. Als eerst een heel leuk bosje bloemen. Hij is alleen helemaal verpest omdat ik heel Amsterdam hiermee ben rondgereden. Maar ja, nou, maakt niet uit. Ik heb dus weer wat geleerd over je haar borstelen. Je moet altijd beneden beginnen, dan naar boven. Deze, je kan dus alleen met een tangle teaser je conditioner door je haar heen kammen. Dat schijnt dus goed te zijn. Dus dan ga ik dat doen. Ik heb een styling brush en een straight curly. Dus gewoon een detangling, gewoon de normale brush. Leuk. Nou, leuke kaartjes. En heb ik dit. Hier ben ik zo blij mee. Een vriendin van mij is kapper. En ze zegt, dit is echt de allerbeste dry volumizing texture spray. En deze laat je krullen dus heel lang goed zitten. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Dan heb ik een thickening spritz spray. Dus dit is een spray wat je haar wat dikker maakt. En dan heb ik een haarserum. Volgens mij een Kind Haircare
Shine Serum. Dus, nou, dat is ook altijd top. Echt super blij mee. Ik ga meteen één borstel ook in de douche. Wat hoor ik joh? In de douche leggen. Dus, het was echt een super leuk event. Echt heel leuk. Ik ga even een vaasje zoeken ook. Voor mijn bloemetjes. Want kijk, ik heb dus hier bloemen staan. En die zijn echt helemaal top nog. Maar hier is het gewoon een soort aan het schimmelen of zo. Op die tak. Zien jullie dat? Echt heel raar. Nou, ik had net de Saints and Stars Holy Yoga les gedaan. En holy shit, die club is mooi. Echt een another level. Ziek mooie yoga studio, ziek mooie reformer studio. Hebben ze ook een wellness met een sauna, met ijsbaden. Het ziet er zo geweldig uit. Het is echt niet normaal. Ik wil daar gewoon elke dag heen. Het is echt ziek. Het ziet er echt letterlijk uit als kots. Maar deze kippensoep is zo lekker. Met helemaal doorgegaarde groenten. Een zachte kip. Malse kip. Ah. Oh, dit is zo, zo lekker. Dus ik ga dit weer even opwarmen. Ik heb net ook een kommetje op. Maar ik ga nog meer eten. Want ik heb honger. Ik heb heerlijk lekker mijn everything shower gedaan. Lekker mijn haartjes gewassen, gefeund. En mijn haar is zo veel dikker geworden als bijvoorbeeld een jaar geleden. Ik ben er zo blij mee. Ik moet nu even gaan groeien, maar ik heb natuurlijk heel erg geknipt. En ik neem elke dag mijn Sales Solutions. Deze is nu bijna op. Maar ik heb er nog één. En ik heb er ook nog één gekregen met een nieuwe smaak aardbei. Ik ben er ook benieuwd naar. Maar ja, keep you guys updated. Ik weet niet of dit babyhaar allemaal al was. Maar ja. Helemaal in mijn healthy hair era. Goedemorgen allemaal. Het is woensdag. Ik ga weer in de ijsbad. Heerlijk. Ik zeg met Bo. En daarna gaan we de hele dag werken in Hoxton. En om 4:30 gaan we sporten. Lekker holy shred. En daarna gaan we gezellig hier samen eten. Dus helemaal een leuk dagje samen. Dus ik ga hem nu klaarmaken. En dan gaan we er zo heen. Weer gezellig met Basja. Yes. En we gaan weer in een ijsbad. Ik was gisteren nog in een ijsbad. Maar we gaan weer. En ik ben echt niet met hem voorbereid. Ik ben ook echt. Ik vond het gisteren zo zwaar weer. Met die sauna is het echt veel beter. Dus bereid je maar voor. Nou, succes. Altijd na een ijsbad ben ik heel koud. En wat ik nooit zie, zeg jij, is dat ik zo. En dan gaat het bloed terugstromen. Dus dan ga ik een beetje zo even squatten. En dan word ik vanzelf weer een beetje warmer. Want dat bloed moet even dat lichaam door. Nou, Bo en ik zitten even lekker te werken in de Hoxton. Lekker aan het editen, de mukbang met Coco. En we hebben even lekker mijn favoriete lunch besteld. Ik hoop dat hij zo lekker is als altijd. Het kan naast me zelfs verschillen hoe die is. Wie hem heeft gemaakt. Yeah. Maar hij ziet er goed uit. Ziet er heel lekker uit. Lekker man. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Ik heb nu even twee afspraken. Ik ga eerst mijn wenkbrauwen laten doen. Even lamination. En daarna ga ik deze tattoo een touch-up geven. Want hij is echt heel erg weggevaagd. En vanmiddag ga ik denk ik naar Stan. Gezellig, want het is lekker weer. En dan gaan we gewoon even gezellig iets in de tuin doen. Want het is vrij. Dat is helemaal vaart. Nou, leuk. Ik ga even lunch maken. En ik heb gewoon echt heel veel zin in deze noedels. Dus ik ga het gewoon doen. Weet je? Ik doe het gewoon. Ik heb even voor lunch dus noedels gemaakt. Gewoon omdat het kan. En het is echt nog maar 11:15. 11:30 is het. Maar ik had gewoon zoveel honger en zin hierin. Dat ik denk, waarom zou ik het niet doen? Waarom zou ik het niet doen? You only live once. Ze zijn best wel pittig toch wel? Hoe meer hapje je neemt, hoe pittiger het wordt, zeg maar. Wel echt heel lekker. Ik weet een soort niet wat ik moet doen vandaag, want ik ga even naar Stam. Maar we weten eigenlijk niet echt wat we willen doen. Nou, wat kan je doen? Het is maar lekker weer, maar niet zo lekker weer dat je gaat varen. Het is helemaal vaart, het is vrij, iedereen is vrij.
vooral die kaas erop maakt het wel heel lekker. Echt, wie eet er om 11:30 's ochtends zomaar spicy noodles? Dat kan er ook maar één zijn. Lekker viscakeje erbij. Oh, het is pittig. Gourmet spicy, ja. Ik kan wel echt op die spicy. Oeh, Jesus. Ik had eerst dus nooit honger in de ochtend. De laatste tijd heb ik echt steeds meer trek in de ochtend. Ik weet niet wat het is. Feed your body what it needs. Ik heb ook gewoon heel erg gecraved naar dit. Want gisteravond heb ik de hele avond filmpjes zitten kijken. Op TikTok dat mensen deze noodles aan het maken waren. Dus ik mezelf helemaal gek te maken dat ik dit de volgende dag echt moet eten. Dus ja, logisch dat ik even crave hiernaar. Ja. De volgende keer zou ik wel iets minder spijsje maken, want mijn bek fikt eraf. Oeh, maar goed. Wel heel lekker. Jezus. Nou, doei. Nou guys, kijk mijn wenkbrauwtjes. Hoe mooi. Helemaal weer een fliek. Ik doe het dus bij Arch Brows in Amsterdam. Oh my god, Arch Brows. Love it, lover. Slay them. Inflammation, wat zeg je nou maar? Lemonation. Nee, wacht, even taxi spelen voor 50 euro. Brow lamination en geverfd. En ik heb even mijn tattoo, een touch-up. En ik ben nu gezellig bij Stan. En we gaan lekker zelf pizza's bakken. Dus ik zal even laten zien wat we hebben gehaald. We hebben pizza deeg. Dan hadden we hier nog tomatensaus. Dan hebben we kebab. Dus gaan we een soort één helft pizza kebab maken en één helft pizza pepperoni. Dan hebben we natuurlijk kaas, lekker tomaatjes en hier nog lekker een paprika saus, nog een beetje kaas en mozzarella. Lekker! Nou, het deeg zit even in de oven. Je kan het goed zien, maar kijk. En ik heb hier lekker de toppings. Lekker paprika, tomaatje, ui, mozzarella, kip en pepperoni. En lekker kaas. Dit is het eindresultaat. Yummy! Nou, ik ben even een gezellig dagje tante aan het spelen. Lekker een rondje aan het lopen door de stad. We gaan even lekker een groot rondje doen. Ik even lekker naar 9 straatjes gaan zo. Vanochtend was hij een beetje huilerig. Maar nu met het lopen is hij lekker aan het slapen. Dus heerlijk. Het is ook echt een perfecte dag. Niet te heet, niet te warm, niet koud. Helemaal top. Helemaal lekker. Ik ga zo even boodschappen halen voor het eten vanavond. Nou, wat top. Jongens, ik moet echt huilen.
Bij mijn oude huis was er altijd een Turkse supermarkt. En Ali, dat is de eigenaar, die, ja, daar praat ik elke dag mee. Altijd als ik was, hoe gaat het? Hoe is het? Maar ja, nu kom ik daar natuurlijk nooit meer. Dus ik was een rondje aan het lopen met de baby. Dus ik dacht, oh, ik ga heel even langs Ali, even kijken hoe het gaat. Kan iemand naar me toe en helemaal een knuffel geven? Hé, hoe is het? En ik heb mijn neef laten zien. Zegt hij, wil je thee? Wil je Turks fruit? Ik kwam dus net uit Turkije. Hij had helemaal thee gemaakt voor mij en Turks fruit gehaald. Ik zweer, dit soort mensen, zo moet iedereen zijn in de wereld, zoals Ali. We hadden zo'n gezellig, vrede land en gewoon, dit heeft echt mijn dag gemaakt, ik zweer het. Zo leuk om hem weer te zien, ik ga er gewoon vaker heen lopen en gewoon daarheen, want ik miste hem gewoon veel te erg. Maar ik heb echt een uur een rondje gelopen door de stad, babytje is nog steeds lekker aan het slapen. Ik ga nu even boodschapjes doen voor vanavond. En dan ga ik sporten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdagochtend. Ik ben nu onderweg naar mijn huis, naar mijn ouders. En daarna ga ik voetbalwedstrijd van Stan kijken. Gezellig met Isabelle. En daarna... eerst ga ik nog naar de open dag van Anna en Nina trouwens. Gisteren heb ik helemaal niet meer gefilmd bijna. Maar ik was helemaal druk met het eten voorbereiden en koken. En het was echt super gezellig. Lekker spelletjes gedaan in de avond. Dus ja, het was helemaal een geslaagde avond. En nu ga ik naar huis. Naar mijn ouders. Een hele gale goedemorgen. Ik ben echt helemaal niet goed aan het vloggen. En dat weet ik. Ik ben ook ongesteld geworden. Dus dan heb ik altijd nergens zin in. En ben ik helemaal geïrriteerd. Maar ik heb, zoals je ziet, net gesport met een bootje. Helemaal gezel. En nu gaan we lekker bij haar de hele dag chillen in de tuin. Ga even douchen. Lekker even ontbijten. Een beetje. En daarna gaan we borrelen bij mij thuis. Mijn moeder en de familie. De fam. Omdat het moederdag is. En moeder morgen jarig is. Nou, helemaal gezellig. Nou, we zijn lekker aan het chillen in de zon en nu even een lekker saladetje. Isabelletje is ook gezellig van de partij. Nou jongens, dit was dan alweer de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. Ik heb volgens mij niet heel veel gevlogd, maar ik hoop dat jullie het alsnog leuk vonden. En ik zie jullie snel weer. Doei!